Goedemorgen. Vandaag is trainen 9 tot 1. En daarna gaan we terug naar het hotel. En dan licht ik jullie wel verder in over wat we gaan doen. Goedemorgen, Glory. Goedemorgen, Tens. Goedemorgen, Yves. Goedemorgen, meester Chris. Ja. Goedemorgen, Fifi. Goedemorgen. 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 Hallo. Morgen. 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 Hallo. Mag ik ook filmen hoe jij loopt? Mijn hoofd staat er al de hele tijd op. Je hebt een haar aan je deel. Dus gisteren had de staf een verrassing. En vandaag had de staf ineens weer een verrassing. Hallo! Mama! En niet één mama, nee. Niet één mama. Nog een mama! Roy. Is dit voor de vlog? Ja. Wat is er toch met al die wifi aan de hand? De wifi heeft er vandaag geen zin in. Nee, de zon wel, maar de wifi niet. Of zon of wifi, denk ik. Ik denk dat we vrijdag echt fantastische connecties hebben, want vrijdag is het sneeuw. Oh ja, er wordt sneeuw verwacht. Dus ik denk dat we dan echt internet hebben als een malle, streamen, alles. Ja. Dan kan ik misschien mijn vlog uploaden. Sowieso. Verder gaan we sowieso meerdere vlogs uploaden, want echt internet als een malle, want sneeuw. Ja, want sneeuw. Of zo. En we hebben het zowaar een relaxmiddag vandaag en de zon schijnt. Dus dat is wel heel chill. Oh, internetverbinding. Oh. En, we're online. We eten hier in het hotel, hè? We eten in het hotel en daarna gaan we vanavond lekker naar SEC. En dan hebben we een soort van try-out, dan gaan we de show voor SEC doen. En zij voor ons. En zij voor ons, dus dat wordt heel leuk. En we kunnen dan eindelijk onze buddy cadeautjes geven. En ontvangen natuurlijk, ontvangen is net zo leuk als geven. Ontvangen is leuker. Oh, ontvangen is leuker, hoor ik net. Oké, er is een hele harde wind, ik hoop dat jullie me goed horen. Kijk, Ivanka en ik dachten, we zijn... Kijk maar haar. Ivanka en ik dachten, we zijn slim, we gaan bij... Nee! Loopt zelfs hier niet. Piep! Wifi! Ja, haar is echt zo onfreak. We zitten in de auto onderweg naar SEC en Daantje zit in deze auto. Lekker bubbelen! Nee, DJ V is een beetje afgeleid. Ze heeft de muziek nog niet aangesloten. Maar... Ze zit met een dikke lip tegen. Er is namelijk onweer. En Sophie probeert dus een foto te maken op het juiste moment. Maar iedere keer is ze 5 minuten te laat ongeveer. Maar we gaan nu naar SEC. En daar gaan zij nog trainen. En daarna gaan wij ons showtje laten zien. En zij gaan ook hun showtje laten zien. Dus dat wordt leuk. We hebben ons witte gewaadje mee. En dan gaan we lekker eventjes ons show rocken. Wauw, het is echt noodweer. Oh, het is nu een beetje aan het afnemen. Nou. Oh, wacht, shit. SOS. We zijn aangekomen bij SEC. Het stinkt hier een beetje. Maar ja. We gaan nu nog even kijken naar een training. En daarna gaan we cadeautjes geven en zo. En onze show ook doen. Dus, we hebben net een show gedaan. Hier zit SEC.
En we gaan nu kijken naar een Scholastic Open, toch? En het is zo heet hier. En het stinkt hier. Ik ben echt zo moe. Ik heb in de auto hier naartoe al geslapen. Dus ik heb helemaal niks gevlogd. We hebben van alles meegemaakt. Storm, bliksem, weet ik veel. Stress, want Gloria was even de donut kwijt. Maar ze heeft hem alweer gevonden. Waar lag die? In de koffer. En... niet op de vlog. Oh. En ja, morgen is dus prelims. Hebben we er een beetje zin in? Zijn we moe? Ja, we zijn heel moe. Maar is dat goed voor onze, hoe noem je dat? Samenhorigheid? Ja. Is het goed voor onze strijdlust? Ja. Vermoeidheid is niet fijn, maar goed. Is hè? Het goed voor mijn lichaam? Nee. Dan dealen we dan mee. Maar goed, dus morgen moeten we... 6 dagen. Morgen moeten we om 8 uur in de auto zitten. Ik ga weer aan Sophie vragen of ze een vlog takeover wil doen. Want ik heb waarschijnlijk niet zoveel tijd. Dus dan moeten we goed komen en ja, lekker slapen nu. Joe! Baatje. Baatverliesje. Goedemorgen, vandaag is prelim. Gloria is wat kwijt. we gaan nu een uurtje rijden toch ongeveer. En dan hebben we onze showtime om 11:07. Zin in. Tens. Tens moet even wakker worden. We zijn bij de Kentucky University. En we lopen als eenden. Maak, maak. Want anders wordt ons uniform vies, want we zijn op slippers. We gaan nu even naar de tribune, shows kijken. En daarna is het bijna showtime. Dus we gaan nu naar de zaal. Heb je er zin in? Voor mij? Ja, heel erg. Heb je er zin in? Ja. Hebben jullie er zin in, schatjes? Let even op je toon, Kim. Naar de Walmart kunnen jullie even wat dingen halen. En daarna gaan we naar de arena. Daar kunnen we gaan kijken. Maar we moeten wel om 3:50. Is dat goed? 3:04. 3:04. 3:50. Ja, 3:50. 3:04. Dus we zullen jullie meenemen. Het is handig als we bij elkaar gaan zitten in de arena. Want om 3:50 moeten we bij de tunnel klaar staan om Invictus te helpen. Om hun vloer neer te leggen, ja? Yes! Oké. Okay. Is Engel. Dat dan allemaal speeljas aan? Ja, allemaal SPJ. Ja. En mama? De linkerkant lopen. Nou, de prelims zit erop. En... Is dat voor de vlog? Ja. Hi vlog. Roy, ben je trots op ons? Ja, ik ben altijd trots op jullie. Oh, yes. Maar we gaan nu dus naar de Walmart. Sowieso, dat gaan we ook heel goed doen. Ja, dat gaan we ook heel goed doen. En daarna gaan we naar UD Arena. En we gaan Invictus helpen met de vloer. Maar eerst even chillen. En Talita kijken. En Talita kijken, yay! Ik zit jongens! Jongens, oh. Oké, okay, wacht. Ik zit ook ik ben nog nakt op. Dus, de scores zijn bekend. En onze score is 90,1! We staan tweede van de rondes die nu geweest zijn. En er moeten nog, hoeveel rondes? Twee. Nog 2 rondes, dus het wordt spannend. Maar semifinals, here we come. Yay! De mazzone is maar zo. Waarom is dat zo koud? We zijn bij de UD Arena. Ja! Het is zo koud. We zitten nu in de UD Arena. En dat is de tribune. En oh ja, Gloria wil even laten zien. Daar is de Duitse vlag en de Nederlandse vlag. Yay. We zijn onderweg. Hey! We zijn nu onderweg, want we gaan Invictus helpen met de vloer.
is heel koud en Invictus gebruikt ook nog eens water in de show. En het is heel erg harde wind. Ja, ik denk wel dat we het horen. Ik hoop dat jullie me kunnen verstaan. Maar... moet je nog wat harder schreeuwen. Ja, ik heb wel medelijden met Invictus, want die moeten dus zometeen via buiten. Nadat ze met al dat water hebben geknoeid. Oh mijn god, er worden zo ijskoeltjes. Ah! We hebben net Invictus geholpen met de vloer. Heel cool. En ze gaan nu de show doen, dus we gaan ze heel hard aanmoedigen. Jee, Elijah. Zo zenuwachtig. Oh, ik ook. Zo zenuwachtig. Nou, Invictus, de vloer ligt hier. Succes ermee! We zijn nu in, een restaurant. Geen idee, het was echt ver rijden. Maar we gaan eten met Invictus. This is Elijah, de Ice Queen. Ice Queen. En Invictus zit hier. Ja, dit is voor de vlog. Is dit voor de vlog? Ja. Give me the patat. Give me the patat. Here, I got it. So we're eating pizza with our Invictus buddies. And Elijah is here. Hi, Ice Queen. My Ice Queen, yes. Jesse is over there. And Danny Durios, my buddy, is over here. And we're having a great time. Ik praat Engels, omdat zij hier zijn. Maar ik weet niet zo goed of ik nu Engels moet blijven praten. Maar ja, het is heel gezellig. En de rest heeft nog geen eten, dus we moeten nog wachten. En daarna gaan we weer terug naar de UD Arena.